en welkom bij deze nieuwe video. Mijn haar is nat en hij zit in een handdoek. Dit handdoekding is zo fijn. Ik had die gehad in een goodie box en deze is zo hier vast. Dit is echt de beste haarhanddoek ever. En het is ook microvezelstof, dus ook ideaal voor iedereen met krullen. Oh my god, I love it. Maar goed, mijn haar zit nou zo omdat ik vandaag ga laten zien hoe ik altijd mijn haren doe. Ik heb mijn haren of altijd in een knot laag of in een knot hoog. Of ik heb zo een staart in en die is niet echt, dat is een neppe staart. Ik wissel vaak die drie af. Ik heb ook vaak gewoon mijn haren los, maar daar hoef ik geen video over te maken. Dus ik ga vandaag laten zien hoe ik mijn haar altijd doe wanneer het vast zit. Het is allemaal best wel makkelijk en heel snel te doen. Vandaar dat ik ook vaak mijn haren zo heb. Want ik ben gewoon lui. En om mijn krullen helemaal te moeten doen is best wel veel gedoe. Dus vaak heb ik gewoon geen zin. En dan ga ik voor een van de drie haarstijlen die ik vandaag ga laten zien. Dus ben jij benieuwd naar hoe ik mijn haren altijd doe? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen. Voor de mensen die zich weer afvragen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb een matte liquid lipstick op van By Kelsha. In de kleur So Sassy. Is een beetje een diep rode kleur. Oké, ik ga beginnen met de lage knot. Die doe ik het vaakst volgens mij. Ik doe even mijn haar los. Mijn haar is nou helemaal nat. Ik maak mijn haar altijd nat voordat ik begin met de knot. Want dan is hij het beste. Dan is hij mooi strak. En wanneer ik het doe terwijl mijn haar gewoon droog is, dan wordt het nooit zo heel mooi strak en smooth. En dat is wel wat ik wil. Dus het is nou gewoon helemaal nat en schoon. Nou, wat moet je hebben? Een kam, gel, een strong gel en een strong haarspray. Ik haal altijd gewoon de gel en de haarspray die in de actie zijn. Kruidvat heeft altijd wel 1 plus 1 actie. Ik heb geen fave. Het enige waar ik op let is ze moeten echt strong zijn. Zoals je hier kunt zien, hij staat op 5 en hij gaat tot 6. Dus deze gel is heel strong. En de fixing spray is op 4 en hij gaat tot 6. Ik pak altijd minimaal 4. Want het moet er wel echt voor zorgen dat mijn haar goed strak blijft. Vooral mijn haar, want ik heb krullen. En die willen toch altijd gewoon doen wat ze willen doen. Maar dat wil ik niet. Dus ik pak altijd een hele strong gel en haarspray. Maar het maakt verder niet uit welke per se. Oké, dan begin ik eerst met het maken van de scheiding. Ik maak het altijd schuin, want dat staat mij het beste. Je kunt ook gewoon midden doen. Maar dat staat mij echt niet, want ik heb echt zo'n groot hoofd en ja, het staat gewoon echt niet. En dan kam ik het gewoon helemaal zo plat. Dit is dan ongeveer hoe ik het doe. Wanneer het niet lukt, pak ik zo deze hoekige kant en dan maak ik het zo. Maar nou is het gewoon gelukt in principe. En kam alle klitten eruit. Want elke klit is weer een opperhopinkje in je haar. En je wilt het gewoon mooi strak en smooth hebben en plat. By the way, let niet too much op mijn heftige contour. Want ik heb net een andere video gemaakt waarin ik een andere video namaakte. Dus ja, de contour is een beetje heftig. Dat is niet hoe ik het normaal doe. Zo, nou zijn alle klitten eruit. En is het gewoon zo mooi plat. Oké, dan begin ik met gel. Ik doe altijd heel veel gel in mijn haar. Ik pak gewoon zo wat gel. En dit doe ik dan gewoon zo op mijn haar. Gewoon, ik maak het helemaal zo plat. Dan pak ik weer de kam en dan maak ik het weer zo plat met de kam. Dan maak ik een staart. Ik pak altijd een elastiek. Ik pak er altijd 2. Want het moet een beetje strong zijn, want ik heb ook best wel veel haar. En dan maak ik gewoon zo een staart hier laag. En maak hem ook echt goed strak. Dan pak ik nog meer gel. En dit doe ik dan nog 1 keer in mijn haar. En dan vooral hiervoor. En ook vooral zo hier. Dit hier. Want ik heb altijd hier plukken die doen wat ze willen. Dus ik doe altijd hier een beetje extra gel. Dan gewoon zo alles helemaal plat drukken. Dan pak ik een spoelie. En dan ga ik het zo mooi smooth maken. Kijk, hier is het nou niet zo mooi smooth. En dan hiermee kan ik het gewoon zo mooi strak maken. Kijk, dat verandert echt zoveel gelijk. Ook zo hier. Alle haren naar achteren mooi. Kijk, nou is het helemaal zo mooi. En dit doe ik dan ook hier. Maak ik het zo mooi strak naar beneden. Alle haren moeten gewoon in 1 rechte lijn naar beneden. En hier zo naar achteren. Dat maakt echt super veel verschil. Dan haarspray lekker veel. Doe ik zo over mijn hele hoofd. Dan pak ik nog een heel klein beetje gel. Die pak ik zo een beetje. En die doe ik dan nog extra hier. Want hier is echt mijn probleemgebied. Als jij een ander probleemgebied hebt, doe dan daar ook wat extra gel. Maar ik heb het vooral hier.
Als je nog heel extra wilt zijn en je hebt niet veel haar en je hebt zo hier allemaal plekken, pak dan zwarte oogschaduw. Of ja, zwart. Ik pak zwart, want mijn haar is zwart. En breng dan zo hier nog wat zwarte oogschaduw aan. En dan is het alsof je wat meer haar hebt daar. Dus pak dan gewoon een kleur die matcht met jouw haarkleur. Oké, ik laat het niet zo. Ik maak nou een vlecht. Ik maak altijd een vlecht voordat ik een knot maak. Die maak ik ook echt zo goed strak. Zo, dan pak ik wat haarspray en die doe ik dan ook zo in de vlecht om het mooi strak te houden. Want ik had vaak dat wanneer ik dit niet deed, dat er allemaal plukken uit de vlecht kwamen. En dat is niet mooi. En dan draai ik het gewoon zo. En dan maak ik gewoon zo een knot. Zo, en dan druk ik het zo. En dan pak ik een extra elastiek. En dan maak ik zo de knot vast. En dan heb je zo een goede knot gemaakt. Dit is altijd hoe ik het doe. Dit is echt een van mijn fave snelle haarstijlen. En mensen, wat er ook gebeurt, je haar blijft gewoon hoe het nou zit. I love it. Oké, next up is de hoge knot. Mijn haar is weer helemaal nat en helemaal los. Ook nou maak ik mijn haar altijd nat voor die knot vooral, want die is nog meer een gedoe dan de knot van net. En nou gaat alles omhoog. Dus wat ik doe is, ik kam mijn haar gewoon zo helemaal naar achteren. Ook weer geen enkele klit in mijn haar. Dat is wel echt super belangrijk. En als het dan zo naar achteren zit, pak ik een beetje gel. Een beetje veel. En dit doe ik dan gewoon alvast zo een beetje in mijn haar. Dan pak ik nog wat meer gel. En dit doe ik dan alvast zo hieronder. Gewoon zo erin smeren. En ik maak de knot altijd super hoog, echt op mijn hoofd. Dus nou gaan we alles zo omhoog doen. Je doet gewoon al je haar zo omhoog. En nou is er al wat gel erin, dus het blijft al een beetje op zijn plek. Breng het zo hoog als dat jij jouw haar wil hebben. Echt, mijn haar is best wel lang, dus het is altijd een beetje extra gedoe voor mij. Dan pak ik de kam en dan maak ik hierachter alles smooth. Als er nou een klit is in je haar, wordt het dus niet smooth. Dus het is wel echt belangrijk dat je dit goed doet. En dan ga ik verder met hiervoor. Alles moet gewoon zo mooi smooth omhoog gaan. En mensen met droog haar is dit echt bijna gewoon niet te doen. Dus maak je haar echt nat. Kijk, nou wordt het al helemaal zo smooth. En ik blijf het gewoon zo doen. Totdat ik het echt smooth genoeg vind. En hoe meer haar je hebt, hoe meer gedoe dit is. Dan pak ik weer mijn twee elastiekjes. En dan maak ik gewoon een hoge staart. Zo, nou heb ik dus de staart en dan pak ik weer een klein beetje gel en die doe ik weer zo hier in mijn haar. En de rest van de gel wat nog in mijn handen zit, doe ik gewoon zo in mijn staart. Dan maak ik nou ook weer een vlecht en dan is het gewoon als net. Zo, nou is de vlecht gemaakt en nou maak ik de knot. Nou is het wel een beetje anders dan net, want ik wil nou dat de knot ook een beetje hoog wordt. Dus ik draai zo en bij elke draai ga ik iets onder de andere draaien. Dus nou is hij zo één keer gedraaid en dan ga ik er zo nou zo ietsje onder, zoals je kunt zien. Want dan gaat hij zo omhoog en dat is wat ik wil. En dan deze ook zo eronder. En dan pak ik weer een elastiek en dan maak ik het goed vast. Kijk, nou is hij zo hoog. Als je dit zo niet doet, dan is de knot zo laag en dat is niet de look waar ik voor ga. Oké, dan pak ik nog een klein beetje gel. Je moet echt veel gel hebben. En die doe ik dan nog zo'n beetje hierachter. En dan maak ik weer alles zo mooi smooth. En als je dat hebt gedaan, haarspray. Lekker veel ook, vooral zo hier. Want hierachter gaat altijd van alles los. En dan ook zo op de knot. Ik vergas mij gewoon helemaal met haarspray. Dan pak ik weer de spoelie. En dan ga ik zo hier ook smooth maken. Zo. Deze kunnen ze allemaal zo een beetje omlaag. En dan zo draaien terug in mijn haar. En dit dan hier ook. Want ik heb een groot voorhoofd. Dus hoe meer haar hier is, hoe minder groot het oogt. Zo, dus deze doe ik allemaal zo mooi naar voren. Zo, en dan is de knot helemaal klaar. Super belangrijk, natte haren en geen klitten.
anders wordt het niet zo smooth als dat je zou willen. En dan gewoon heel veel gel en haarspray. Dus dit is dan knop 2 die ik heel vaak doe. Oké, dan als laatste de neppe staart. Maak gewoon zoals ik net die knot maakte ook weer gewoon zo'n staart. Goed hoog en strak, ook heel smooth. Ik heb de vlecht nou weer veranderd in een staart. In principe, als je dit echt wilt doen en echt dragen op straat. Je kunt het alleen maar doen als je echt stijl haar hebt. Want je gaat je echte haar er doorheen zien. Ik heb dus krullen en ja, je kunt dan zo die neppe staart zien. En dan mijn krullen er doorheen. Dat is niet heel mooi. Maar omdat ik het gewoon voor video's doe en je maar alleen maar ziet van voren, dan maakt het niet echt uit. Maar ja, van achteren moet je wel echt gewoon stijl haar hebben. Dan is hier mijn neppe staart. Het is echt haar. Het is Brazilian hair. AliExpress zit vol met dit soort haar. En dan heb je zo hier een soort van plekje. En dit gaat dan zo rond, zo om jouw echte staart heen. Ik heb dus echt haar, maar je kunt halen wat je wilt, want je hebt het ook gewoon in plastic haar. Het enige verschil is dat je er dan niks meer mee kunt doen. Met echte haar kunnen het stijl maken, krullen, whatever you wanna do. Ik heb hem gewoon in zwart jet black. En dan heb je zo hier een soort van klemmetje. En dan hier is zo los een pluk haar. Zo dit zo. Die zit echt zo apart los ervan. En dat gaat dan zo om je haar heen. En je moet ook dit hebben. Oké, wat ik dan doe is deze klepje hier. Je pint die zo vast hiervoor in je staart. En dan hier zit glitterband. En je maakt dan zo deze zo helemaal zo vast om de staart. En die glitterband die blijft dan zo plakken aan elkaar. En dan die extra pluk haar, je voelt die zo hieronder, je pakt die. Zo, dit is die extra pluk haar. Kijk, nou heb je zo hier glitterband. En dan met die pluk haar, je gaat er dan gewoon zo omheen. En zo weer onderdoor. En dan er zo helemaal omheen. Kijk, en dan is dat helemaal weg. Zo, en dat pluk haar maak je dan vast met zo'n ding. Maak je dan zo vast, zo in de staart. Zo, en dan is je staart helemaal vast. Wat ik dan ook nog altijd doe, ik ga er even doorheen met een kam. En dan maak ik het nog extra stijl met mijn steampot. Dan ga ik er gewoon zo overheen. Dit kan niet als je plastic haar hebt, dus je moet dan wel echt haar hebben. Zo, nou is het zo stijl, maar ik vind het mooi als het een beetje krult. Dus ik pak dan ook nog mijn krultang en dan maak ik er gewoon krullen in. Van die grote krullen. Zo, nou heb ik wat krullen erin gemaakt. En dan haal ik ze gewoon zo los met mijn vingers. Zo, ik vind dit toch altijd wel iets meer cute dan gewoon zo stijl. En dan doe ik het gewoon zo naar voren. En dit is dan gewoon altijd hoe ik gewoon zo hier zit. Let dus wel op. Dit is dus wat er niet wordt gezien. Hier is mijn echte haar. Je kunt je echte haar er doorheen zien. Dus je haar moet echt stijl zijn. Dus als ik zo dit nep haar erop doe, zo van achteren, dan kunnen we het gewoon nog zien. Dus je haar moet stijl zijn. Als je dat hebt, dan is het echt gewoon cute voor op straat en zo. Maar zo met mijn echte gekrulde haren er doorheen. Ja, dat is niet echt handig. Maar dit zo is gewoon altijd wat iedereen ziet. Want ik doe het echt alleen maar voor in mijn video's. Het is wel echt super strak. Oh my god, but I love it. Ik vind dit zo echt super cute. Of zo één pluk zo naar achteren. En dan gewoon zo. Love it. By the way, ik heb 20 inch. Dus zo lang is mijn haar, mocht je het willen weten. Nou mensen, dit was dan de video. Dit is hoe ik mijn haar altijd doe. Alle drie zijn echt best wel makkelijk. En veel minder gedoe dan als ik mijn hele echte haren moet gaan doen. Dus vandaar dat ik mijn haren best wel vaak in mijn video's gewoon vast heb. Want ja, als je 4 video's moet maken in de week, dan heb je niet elke keer zin om elke keer helemaal je haren te gaan doen. Dus vandaar. Ik vind het zo echt super leuk. Ik vind het allemaal leuk. Staart, knot, los. I love everything. Maar ik dacht, ik maak ook even een video over hoe ik mijn haren doe wanneer het vast zit. Ik heb ook een hele video over mijn krullen. Staat ook al op mijn kanaal. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier 2 video's die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht in beeld om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!